Aan de Hoefweg op de studentencampus is onlangs het project Kamers met Kansen gestart. In verschillende woonunits leven 15 studenten die met enige hulp leren om zelfstandig te wonen. Een van deze studenten is Dylan, die nu ongeveer een maand in zijn nieuwe kamer woont. Het bevalt mij wel hier. Ik heb wel mijn rust die ik heb. Thuis had ik later problemen. En vooral met mijn moeder, de ruzies. Ik moest op mezelf. Dus ik zocht naar een uitweg. Via mijn coaches ben ik erachter gekomen van Kamers met Kansen. In gaan schrijven, bij Welsteden geweest, op gesprek geweest. En zodoende ben ik hier terechtgekomen. Studenten als Dylan worden begeleid door coaches. Daniel is zo'n coach. Hij studeert de sociale studie SPH en loopt dit jaar stage bij het project Kamers met Kansen. Het coachen, dat is eigenlijk een rol waarbij je niet echt concreet aan het hulp verlenen bent. Het is een rol waarbij je de zelfstandigheid van de bewoner bevordert. Dus op het moment dat een bewoner ergens hulp bij kan gebruiken, en soms zal ik daar wel op aansturen, dan help ik hem daarbij. En uiteindelijk, ja, het is de zelfstandigheid staat centraal. Waarin word je dan begeleid? Ja, voor het zelfstandigheid. Ook qua plannen. Hoe ik het ga aanpakken, wanneer ik het ga aanpakken. Dat ik niet dingen vergeet. Dingen over het hoofd zie van, oh ja, dat moet ik nog doen. Dat ik er een maand later mee aankom. Maar ja, een beetje die dagelijkse activiteit eigenlijk wel. De bewoners, zoals Dylan, kunnen maximaal 1,5 jaar blijven wonen in de kamers. Daarna moeten ze volledig op eigen benen kunnen staan. En dat is precies het doel wat de coaches proberen te bereiken. Ik vind Nederland een complex land qua bureaucratie en soms gaat het loketje dicht. En ik vind, heb het zelf moeilijk gevonden vroeger en ik hoop ook de jongeren te kunnen helpen met de stap naar zelfstandigheid. Dat ze echt krachtige burgers zijn en dat ze een netwerk hebben waar ze op kunnen bouwen. En zodra dat er is, kan de deur van Kamers met Kansen gesloten worden.